In de zomer van 2007 werd Geleen een fantastisch festival rijker. Het bestaat nog steeds, het heet Marcellinus en Petrus Feesten. Een van de initiatoren zit hier, Jos Kremers. Jos, vertel eens, waar kwam de naam vandaan? De naam MP Feesten staat voor Marcellinus en Petrus, de twee patroonheiligen van Geleen. We zijn in 2007 inderdaad begonnen en we hebben toen een weekend gezocht in de nabijheid van 2 juni. Want dat is de heilige dag van de Marcellinus en Petrus. En is het toeval dat in datzelfde jaar ook het Oktoberfeest in Sittard begon? Dat is toeval, ja. Dus het is niet zo dat men in Sittard zei, we willen ook wat. Nee, dat is puur toeval geweest, ja. En wat gebeurt het eerste jaar tijdens de Marcellinus en Petrusfeest? Toen hebben we eigenlijk onder de noemer de Dag van Geleen hebben we eigenlijk een verenigingsmanifestatie georganiseerd. Ik meen dat we met 200 verenigingen toen de interactie hebben opgezet. En op de marktpleinen in Geleen zijn van alle verenigingen, van de damvereniging tot de KBO-vereniging, van pluimveevereniging, die hebben allemaal daar geëxposeerd en eigenlijk het publiek laten kennismaken hoeveel mooie verenigingen in Geleen er zijn en hoe ook de sociale cohesie vanuit die verenigingen waarde geeft aan de samenleving in ons stadsdeel. Jullie hebben grote dingen gedaan in de loop der jaren. Concerten gegeven. Carbon heeft nog opgetreden samen met Geleense Harmonieën. Klopt. En nog veel meer. Wat gebeurt er dit jaar? Dit jaar zijn we voor het eerst na corona weer op oorlogsterkte, dat betekent dat we drie activiteiten hebben op 15, 16 en 17 september. Op vrijdagavond organiseren we Bright Night. Dat is eigenlijk het sluitstuk van het Bright Festival, wat in de week voorafgaande plaatsvindt in het centrum van Geleen. Dat is voor een redelijke jonge doelgroep. Daar hebben we een aantal prominente DJ's staan met landelijke bekendheid. Overdag is op vrijdag al een grote ondernemersdag. Wordt georganiseerd door Stadslabs en door Chill. Op zaterdag is het 1001 Festival van Chill. Ook allemaal in het kader van het Bright Festival. En op zaterdagavond hebben we onze 90s Party. Inmiddels een traditie geworden. En op zondag nieuw in samenwerking met Harmonie Sint-Augustinus. De Augustinerkapel organiseert daar, der grootste Fruishop, een Augustiner Fruishop. Ik werd gecorrigeerd, waar er overal daskrozen staan, maar een Nederlands of een Duitse leraar, Jan Kremers, wat is in de name, die heeft me gecorrigeerd en zegt, dat is der groot Fruishop. En wat houdt dat in? Nou, dat wordt een hele gezellige dag. 'S morgens is er een parade door Geleen met muziekkorpsen van Geleen en andere verenigingen, die landen dan bij ons in het paviljoen. En vanaf 1 uur, mensen kunnen daar tafels voor reserveren, zijn er optredens van 3 gerepeteerde kapellen. De Zuhelle-kapellen uit Sittard hebben we op de planken staan. De Bimmerwald-kapel uit Schinnen. Zo. En de Augustinerkapel speelt zelf ook. Er is nog een grote tombola. Dus, het wordt een hele bijzondere en leuke en gezellige dag. En de Beumerwaldkapel, daar zijn ooit de Schintaler uit ontstaan. Ja, de Beumerwaldkapel is eigenlijk het summum onder de... Ja. Hè, daar zit de beroemde familie Diederen, waar een aantal muzikanten ook bij Rieu in het orkest zitten. We zijn heel erg blij dat zij te gast zijn bij ons. Overigens, het programma is helemaal samengesteld door de Augustiner. Eigenlijk de MP-feesten faciliteren eigenlijk zondag. En de Augustiner organiseert op zondag. En er komt een paviljoen? Ja. Op de markt? Op de markt. Kijk eens aan. En dat Chill noemde je. Wat is dat? Chill, dat is een organisatie die met name de verbinding legt tussen chemie en onderwijs in de regio. En die werken heel erg, spelen heel erg in op inspiratie bij jonge mensen. Om uiteindelijk ook mensen getriggerd te krijgen voor straks op een van de grote bedrijven op Chemlot hun baan te gaan vinden. Dus Marcellinus en Petrusfeesten zijn ervoor letterlijk jong en oud. Ja, absoluut. En het is het weekend rond 17 september. Ja. Dankjewel. Klopt.